was 2004. Het jaar dat de Europese Unie werd uitgebreid met landen in Centraal- en Oost-Europa. Nederland was een half jaar lang voorzitter van de EU en ik werd uitgenodigd een concert te geven in Cyprus, dat sinds de burgeroorlog in de jaren 70 doorkruist wordt door een strook niemandsland, bewaakt door de Verenigde Naties. In het noorden wonen nu de Turks sprekende Cyprioten. Het zuidelijke, Grieks sprekende gedeelte was toegetreden tot de EU. En er zou een Nederlandse ambassade worden geopend in dit deel van de hoofdstad Nicosia, waar de bufferzone vol mijnen en prikkeldraad dwars doorheen loopt. Ik kreeg een mooie opdracht. Schrijf een muziekstuk voor de minister en andere hoge gasten bij de opening dat symbool kan staan voor kameraadschap tussen Nederland en Grieks Cyprus. Ik ging aan de slag. Werkte samen met lokale muzici en maakte een compositie waarin ook een beroemde Cypriotische melodie doorklonk. Toen kwam het moment van ons optreden. Terwijl de eerste klanken klonken, kregen de aanwezigen champagne. Er werd gezellig doorheen gekletst en we waren niet meer dan klankbehang. Mijn vervlechting van Nederlandse en Cypriotische cultuur ging verloren in een deken van diplomatiek geneuzel. De volgende ochtend zat ik op een terras in het centrum van Nicosia. Niet heel tevreden over het optreden, maar wel lekker in de zon. Op het oog bevond ik me in een soort Griekenland dat je kent van de toeristenfolder. Het was warm en zomers. Mensen aten ijs en bekeken koopwaar in kraampjes. Uit een winkel schalde Griekse muziek. Uit een raam klonk de luide stem van een oude dame aan de telefoon. Uit iemands keuken schetterde het verslag van een voetbalwedstrijd via de radio. Opeens hoorde ik iets dat ik niet thuis kon brengen. Uit een andere wereld leek het te komen. De oproep tot gebed vanuit een moskee dichtbij. Ik had niet beseft dat het andere, Turkse gedeelte van de stad maar een paar honderd meter verder lag. Onzichtbaar, achter wat schuttingen, prikkeldraad en een stuk overwoekerd niemandsland, begon een andere wereld, van waaruit zojuist een geluid ontsnapt was. Je zag er weinig van, maar deze klank bereikte ons ongehinderd. In de lucht is geen muur. Dit gevoel was betoverend. Het geluid dat vrij was, ongebonden aan politieke strijd. Kon ik die ervaring delen? Ik kreeg een idee. Hier zou dat muziekstuk moeten klinken. Dat zou zoveel beter zijn dan op de achtergrond van een diplomatieke borrel. Hier kan muziek twee werelden verbinden. Hier kan een verhaal klinken van verschillende stemmen die elkaar vinden. Een jaar later stonden meer dan 100 muzikanten, scholieren, koorleden, studenten en slagwerkers op daken, balkons en in de straten aan weerszijden van de bufferzone. Flarden, trompet, saxofoon en fluit klonken van ver, afgewisseld door poëtische frazen spoken word, roffels op olievaten, lage tonen van trombone en horen. De heldere galm van remschijven en autoveren, aangeslagen met hamers en metalen stangen, klonken als bellen. Zelfs onderdelen van oude kanonnen en grote kogelhulzen bespeelden we en brachten we zo op een nieuwe manier tot leven. Nergens werd uitgelegd waarom we dit deden. Honderden buurtbewoners waren in de straat samengekomen. TV, radio en krant deden verslag. Maar konden nergens een slogan, statement of activistische uitspraak vinden die ons concert kon plaatsen binnen een bepaalde missie, een visie of een politieke kleur. Muziek kon zo een eigen plek scheppen, los van de uitgesleten sporen van politiek of activisme. Het was een gebeurtenis. Vreemd, ongrijpbaar, maar gewoon zichzelf. Een stukje tijd en schoonheid om te ervaren. Zo ontstond een uur lang een ontspannen ruimte waarin niet het verleden of de toekomst telde, maar het nu een plek kreeg.
In een land waar elk gedeelte geclaimd, betwist, bevochten en bezet is, waar iedere mening, positie of partij gekozen heeft, is zo'n tussenruimte een verademing. Het niemandsland in Cyprus ligt vol mijnen en prikkeldraad en is verboden voor iedereen behalve de VN-soldaten. Maar voordat dit gebied open kan gaan, zal er eerst ruimte moeten komen in de hoofden en harten van de mensen. Door op zoek te gaan naar schoonheid, konden we een stukje tijd en ruimte losmaken van de wereld waarin alles continu partij moet kiezen. In onze geest kan dan een plek ontstaan waar we kunnen ademen, rond kunnen kijken en langzaam minder op onze hoede hoeven te zijn. Dat is natuurlijk niet alleen in een burgeroorlog het geval, maar ook in het alledaagse leven. Of het nou in een winkel is of op school, iedereen wil iets van je. Overal wordt geld verdiend of macht vergaard. Er zijn weinig plekken ter wereld die vrij zijn van druk. Iets moet werken, iets opleveren, vermaken, een effect hebben of slagen. De wereld is een grote verzameling van functionele dingen. Als het niet nuttig is, dan moet het mooi zijn of leuk. Het niets hoeven zijn is zeldzaam. Dat bestaat alleen in tussenruimte. De plek die nog niet geclaimd, bezet of gecultiveerd is. Het is een paradox waar ik in mijn werk en ook in dit boek steeds naar op zoek ben. De waarde van datgene wat weigert om nuttig te zijn.